Goed. Ik ben Mark Vervoort, 28 jaar. 3 jaar geleden afgestudeerd aan de Han Automotive in Arnhem. Specialisaties die ik gedaan heb zijn constructeur-beproever. Met de reden dat ik echt voor de techniek wou gaan. 2,5 jaar geleden begonnen bij Inalfa Roof Systems als testengineer. Midden 2017 ben ik eigenlijk toch een beetje rond gaan kijken binnen Inalfa om een soort van specialisatie te gaan doen. Hierbij ben ik eigenlijk bij onze geluidsafdeling gekomen. De specialisatie naar NVH Test Engineer is voor mij interessant geweest omdat er zoveel uitdagingen in zit om alles stiller en beter te maken. Vooral met de komst van elektrische voertuigen is het gewoon voor een bedrijf als Inalfa heel belangrijk om alles stiller te krijgen. Normaal gesproken spreken wij met een klant af als het boven de verbrandingsmotor een piepje of een kraakje naar buiten komt. Nou, dan is het heel irritant, dan zul je hem altijd horen. Dit mag niet. Als dat niet het geval is, dan is het geen probleem. Nu de komst van elektrische voertuigen wordt alles stiller. Dus we hebben geen verbrandingsmotor meer. Dus alle piepjes en kraakjes die voorheen gedempt werden door een verbrandingsmotor, die zullen we nu wel horen. Als opvolging van de cursussen bij Head Acoustics en BNK ben ik ook van plan om de cursus hogere akoestiek te gaan volgen. Dit is een cursus die toch echt een fundamentele basis kan leggen voor het beroep als NVH Test Engineer. Wat Inalfa voor mij nog steeds biedt, en dat is voor alle engineers, is alle mogelijkheid om door te kunnen blijven ontwikkelen.